Honderden ruimteschepen zijn op verschillende locaties op Texel geland nadat de generaal van het Texelse leger de bestuurder van het eerste ruimteschip had doodgeschoten. De buitenaardse wezens hebben hierop de jacht op de eilanders ingezet en lijken alles te willen vernietigen wat ze op het eiland kunnen vinden. Overlevenden wordt geadviseerd naar de havens aan de zuidkant van het eiland te vluchten. Daar worden overlevenden opgehaald door helikopters en boten. Ik ga daar nu zelf ook heen.